allereerste internationale eventwedstrijd met Mailstream Chanel. Ik heb er super veel zin in en ik ga jullie meenemen met dit avontuur. We zijn net aangekomen en we staan nog even te wachten, want er zijn een paar vrachtwagens voor ons. We staan eigenlijk in een vrachtwagenfile, maar dan kunnen we er zo meteen naartoe. Ja, ik ben even lekker aan het stappen met Chanel, want hij moet even al zijn energie kwijt van dat op het vrachtwagen stilstaan. Maar we gaan je zo naar je stalletje brengen, Brit. Nee. Heel veel stallen allemaal. En Chanel en ik zijn op zoek naar onze stal. Oh, Chanel gevonden. Dit is onze stal. Nou, gaan we eens kijken of je de stal leuk vindt. We zijn nu op stal en we gaan nu zijn bedje in orde maken. Chanel's bedje is klaar. Ze vindt het bedje ook heel lekker. Ik ben nu Chanel aan het rijden, want morgen hebben we wedstrijd en een goede voorbereiding is het halve werk. Etenstijd! Chanel, wacht even, wacht even. Nee, heb je zelf honger? Oh, smakelijk eten! Ik ben de vrachtwagen aan het inrichten, want we moeten natuurlijk ook wel lekker kunnen slapen. En ik ben de bedden aan het opdekken en we hebben dit helemaal omgebouwd tot een slaapkamer eigenlijk. Chanel aan het vlechten. Chanel, vind je dat leuk? Lekker Chanel, tot morgen. Doei, slaap lekker. Alles is geordend, Chanel staat lekker op stal. En wij gaan nog even gauw een toetje eten en dan gaan wij ook lekker slapen. Tot morgen. Goedemorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Het was alleen wel een beetje koud, maar dat maakt niet uit. Vandaag gaan we keuren en dressuren. En ik heb er heel veel zin in, samen met onze Chanel. En ik denk dat we nu eerst nog heel even gaan eten. Hashtag lekker. Mij gaat natuurlijk altijd de irritante wekker af, maar Chanel heeft geen wekker. Dus gaan we eens even kijken of Chanel al wakker is. Chanel, ben je al wakker? Goedemorgen, vriend. Goedemorgen. Wij zijn alweer aan het stappen, want Chanel heeft zoveel energie dat hij al zijn energie kwijt moet. Chanel? Toe, want Chanel is klaargemaakt en ik heb er heel veel zin in, maar vind het wel een beetje spannend. Christine Snapfrangers from the Netherlands. En Chanel is fit to compete. Nou, de dressuur zit erop. Het ging niet zo super goed, maar we gaan nog veel trainen. Hopelijk gaat het de volgende keer dan beter. En we gaan nu eerst even eten. Oh, tosti tosti. En dan gaan we zo meteen voor de eerste keer de cross verkennen, want morgen moet ik natuurlijk de cross rijden en dan moet ik natuurlijk wel de weg weten. Ik ben net de cross gelopen en ja, het is best pittig, maar ze zeiden als ik hem straks nog een keer loop dat het dan steeds lager wordt, omdat je dan steeds vaker de hindernissen ziet. Dus we gaan hem... Ja, straks nog een keer lopen. Misschien dan nog wel een keer, ja. Nou, ja. Ik neem... We zijn nu de cross aan het lopen, want morgen moet ik hem rijden. Ik heb zojuist de cross voor de tweede keer gelopen. En ze hebben wel een beetje gelijk. Het lijkt me wel ietsje minder pittig, maar ik vind hem nog steeds wel een beetje pittig. Maar we gaan gewoon goed ons best doen en we zien wel hoe het morgen gaat. Jullie zien, ben ik weer met Chanel lekker aan het stappen. Dat komt omdat Chanel zoveel energie heeft. Dus je moet het lekker allemaal kwijt kunnen. En hij vindt het heerlijk buiten. En ik ook. Chanel heeft een beetje honger, dus Chanel mag even lekker gras eten. We zijn aan het eten. Hier aan het stappen. Hier.
We hebben inmiddels de cross al 2 keer gelopen en 1 keer gefietst. En we hebben een briefing gehad. We hebben lekker gegeten. We hebben Chanel gestapt en geknuffeld. En ja, morgen is de grote dag, de cross. En ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook super zenuwachtig. Ik ga nu lekker slapen. Oh ja. En mocht je willen duimen, om 1:55 ga ik de cross in. Iedereen is aangekomen. Tippy! Hey. En we hebben lekker wafels met aardbeien. We hebben klaargemaakt. En over precies 1 uur ga ik de cross in. Ik ben super zenuwachtig en ga nu snel naar Chanel. Gehad vandaag. Nu lekker de lasagne in de oven aan het doen en dan kunnen we straks lekker warm eten. Nu lekker lasagne eten! Ja. Ik ga lekker slapen! Yay! Super gezellig hier. De cross ging eigenlijk wel heel goed op de langsloper na. En morgen is het lekker springen. We moeten wel er al vroeg uit, rond 7 uur al. Want om 8 uur moeten we al weer keuren en dan moeten we al rond 10 uur springen. Yay! Goedemorgen, wij zijn alweer tosti aan het eten. Yay. Zometeen gaan we Chanel even rijden, dan gaan we Chanel keuren. En dan ga ik met Chanel het springparcours in. Spannend! We gaan nu keuren. En dan gaan we nu naar de Nederlanders. En bij Nederland beginnen we met Christy Snapvangers. En die is hier met de nummer 349 Chanel. De nummer 309. Chanel is opgezadeld, ik ben omgekleed en we gaan zo lekker springen. We
hebben net gesprongen en we hadden helaas 2 baks, maar we zijn super tevreden en het was echt super leuk mijn allereerste internationale wedstrijd en hoop dat we er nog veel gaan rijden.